Landschappen met opvallende kenmerken zijn van grote waarde. Ze geven streken een eigen karakteristiek. Zulke landschappen bieden allerlei kansen voor toerisme en economische stimulering. Maar hoe versterk je toerisme op basis van landschappelijke kwaliteiten? Een regionaal beeldverhaal kan daarbij helpen. Het is een van de aanbevelingen in het rapport Groeten uit Holland van de Vroomraad in 2006. Een regionaal beeldverhaal ontstaat door het landschap en toeristische producten met elkaar te verbinden. De ruimtelijke kwaliteit van het landschap vormt de basis voor nieuwe product-marktcombinaties. Ondernemers kunnen hierop inspelen. In Noord-Holland wordt in verschillende projecten samengewerkt om landschap en toerisme met elkaar te verbinden. Een goed voorbeeld van een regionaal beeldverhaal is de West-Friese Omringdijk. Deze unieke dijk wordt als bijzonder landschappelijk element ingezet om nieuwe culturele en toeristische producten te ontwikkelen. In dit project wordt samengewerkt door 12 West-Friese gemeenten, de provincie, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Kunst en Cultuur Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en de Rabobank. Gezamenlijk is een meerjarig programma ontwikkeld met diverse culturele en toeristische evenementen en activiteiten. Dit programma trekt veel aandacht en zet daarmee keer op keer deze eeuwenoude dijk op de kaart. De West-Friese Omringdijk is ook het podium en inspiratiebron van de Karavaan, een theateractiviteit. Het beeldverhaal van de West-Friese Omringdijk leeft. Bestuurders, culturele instellingen en ondernemers zien de potentie en ontwikkelen gezamenlijk nieuwe activiteiten en mogelijkheden. Dat is de West-Friese Omringdijk, een treffend voorbeeld van gebiedsontwikkeling op basis van landschappelijke kwaliteit. En de West-Friese Omringdijk biedt ook u kansen.